Dat is van Krups de EA8010, de meest compacte volautomaat van de markt. U ziet een roestvrijstalen omlijsting en een matzwarte kast eromheen. En een mooi roestvrijstalen plaatje erin en een vergroomd stoompijpje en vergroomde uitlopen. Verder is het dashboard lekker makkelijk, dus het hele uiterlijk spreekt mij wel aan. Hij bedient gemakkelijk. Hij heeft drukknopjes waarop het tekentje erboven al vertelt wat u ermee moet doen. En om cappuccino te maken zit hier het stoompijpje waarmee u de melk kan opschuimen. En u kan hem ook draaien zodat u er een hoog glas onder kan zetten. De bediening is gemakkelijk. U zet hem hier aan. U heeft hier een drukknopje om het stoompijpje op gang te brengen. U heeft hier het maken van een koffie. En hier heeft u het maken van een sterkere smaak. Dat betekent dat hij per persing, per kop dus, meer grammen koffie toedient. Alleen maar door op dat knopje te drukken. Kijk, daar hou ik nou van. Dan kan je met een draaiknop kan je de millilitertjes zelf instellen. Als u tenminste weet hoeveel milliliter iets is. Maar daar komt u vast wel achter, want u heeft vast wel iets in uw keuken staan die dat aangeeft. En dan weet u het meteen voor één keer. Op het dashboard zitten wat verklikkingslampjes. Dat is handig. Want om te ontkalken geeft hij het gewoon aan wanneer dat nodig is. En om hem schoon te maken, het reinigingssysteem, geeft hij ook aan wanneer dat gebeurt. De bediening daarvan is dit knopje. De waterbak, als die leeg raakt, geeft hij hier aan. En het residu, wat wij de koffiekoekjes noemen, die werpt hij in een bakje. En als die vol is, geeft hij dat hier ook aan. Is ook makkelijk. Mijn espressootje, die kan hieronder. Maar er zijn heel wat mensen die willen er een forse cappuccino uit drinken. Nou, dat grote glas kan er ook onder. Eindelijk ben ik er echt aan toe. Het is inmiddels 10 uur, dus ik ben aan de beurt. Ik wil toch wel een espresso proberen. Kan ik meteen even kijken hoe dat met die milliliters zit. Ik geloof, nou, wat zal hierin kunnen? 40 à 50, ik stel hem er ongeveer op af. We gaan kijken wat dat wordt. Ik ben ook uiterst benieuwd naar de crème laag trouwens. Ik zal hem toch maar stoppen, want dit is net iets meer dan dit kleine, echt Italiaanse portie gemeten glaasje aangeeft. Maar één ding verbaast mij reëel. Want ik kan wel zeggen dat ligt aan onze koffie, ja dat is ook waar. Maar die machine maakt er wel wat van. Moet je nou kijken naar de crème laag. En dit is het tweede kopje uit deze nieuwe machine. Hebben we een crème laag van 1 mm of 6 mm. Vind ik fors, dus betekent dat de koffie mooi is ingedikt. Over de temperatuur hoeven we het ook niet te hebben, want hij is snoei. Dus die is dik in orde. En hij is inderdaad mooi ingedikt. Dit is gewoon Italiaans, jongens. Ik snap wel waar die goede smaak en die goede crème laag vandaan komt. Deze machine heeft namelijk een hydraulische pers van 30 kilo, die heel gelijkmatig de massa aandrukt. We hebben ook gezien dat het residu heel erg extreem droog is. Dat betekent dat er echt alles uitgehaald is om de koffie mooi te laten indikken. Het bonenreservoir van deze Krups EA8010 zit lekker bovenop. Dat hoort ook bij de zwaartekracht. Is 275 gram. En hiermee stelt u de maling. Hij staat gelukkig op zijn fijnst. Want dat wil ik eigenlijk ook zelf graag. En dat moet u zelf weten, u kan eraan draaien tijdens het malen, niet als de machine niet maalt. De machine heeft stalen maalschijven, duurzaam en kwalitatief natuurlijk ijzersterk. Het residubakje, dat is pittig, dat is ook best groot. Dat vindt u hier, is ook makkelijk om te legen, hup in de vuilnisbak en makkelijk te herplaatsen. Kijk, dat doen ze toch weer degelijk, hè? Dat vind ik toch ook wel een beetje Duits, hè? Kijk. De gebruiksaanwijzing in beeld. Nou, die snap ik zelfs. Waterbak zit achterop. Die kan u heel makkelijk eruit tillen. En heeft een inhoud van 1,7 liter. Dat is best behoorlijk fors. Het lekbakje zit hiervoor. Die hoef je alleen maar naar voren te trekken. En hierin vangt hij enige spoelwater op. En dat dient u dan regelmatig even te legen. Plop. Wat er aan deze EA8010 van Krups uniek is, dat u de Z-groep er niet uit kan halen om iedere week met lauw water te spoelen. Nee, dat doet hij allemaal zelf. U hoeft helemaal niets te doen.
Het onderhoud betekent dat u de machine dient te reinigen en te ontkalken. Dat geeft hij aan als hij aan de beurt is. Dan gaat er hier een lampje branden. Het bijgeleverde product kan u dan toedienen via deze ingang. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina. Ja, ik denk dat het een heel wijs product is. Ik zeg gewoon erop klikken. Ja, druk er maar op, komt goed.